Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Intratuin Breda en kringloopwarenhuis Vindingrijk. Dat is de Prins Carnaval, maar zijn naam ken ik niet hoor. Nee, maar ik kom er wel eens tegen. Oh ja, Prins Dan, ja. Ja, dat is Prins Carnaval. Hey, die moeten we hebben. Ja. Juist, ja, ja, precies. De Prins. En hoe heet onze prins in het Kielegat? Oh shoot, dat weet ik niet. Sorry hoor, jongens. Sorry. Prins Daan is het. Prins Daan. Prins Daan. Prins knip Daan. Uit. Ja, knip het er maar uit. Ja. Prins Daan is prins dit. Daan. Dit is Prins Daan. Ja. Prins Carnaval. Hendrik de 13e. We komen eraan. We komen eraan, Daan. We komen eraan. We komen eraan, Daan. We komen eraan. Ja, de mooiste prins van Kielegat. Dat is toch onze Daan. Hey, nou aanbellen maar Tommy, want volgens mij de vlag hangt al buiten. We moeten hier zijn. Hebben we nog iets om te laten schrikken of zo? Nou, is al behoorlijk schrikken. Eens even kijken hoor. Hey, kijk eens. Welkom. Ja, wij dachten, wij komen even binnen. Nou, kom binnen. Deze prachtige residentie. Wees welkom, volg mij. Hallo. Hi. We hebben van alles meegenomen. Oh, ik zie het. Kom verder. Welkom bij de allereerste aflevering van Sanseveria TV. En vandaag zijn we te gast bij onze eigen hoogheid van het Kielegat van Breda, onze eigen Prins Daan. Fantastisch om hier te gast te mogen zijn bij u in de residentie. U zijt welkom. Zo. Ja, hey, welkom in onze gezellige studio. Ik ga ook even plaatsnemen. Af en toe ga je even schuilen. Af en toe moeten we hem even water geven. Ik zie het. Is wel nodig. Nou. Ik heb er zelf een, die staat er niet zo florissant bij, moet ik zeggen. Nee. Oh, mogen we die even zien dan? Dat mag. Zullen we even gaan lopen dan? Nou, loop even mee. Ik ga meteen even een uitje met Prins Daan. Oh. Oei. Dus ik ben blij dat jullie er zijn. Ja. Want ik zag die van jullie vol en tierig staan, maar deze kan wel wat leuk gebruiken. Deze heeft wel wat nodig, ja. Deze is maar, nog niet klaar voor carnaval. Nee, maar ik zie wel dat hij vorig jaar heel wat geleden heeft. Hij heeft behoorlijk wat flieguren gemaakt vorig jaar. Hij is overal mee naartoe geweest. En hij heeft er wel onder geleden. Ja. Ik weet niet wie er allemaal aangezeten heeft. Nee, wat krijgt ik ook helemaal niet weten. Nee, nou ja, dan vertel ik het ook niet. Maar het is te herstellen, hoor. Zou het? Ja, ik laat me graag adviseren. Moet je buiknippen? Met water. Is toch maar eventjes naar klaar, denk ik, met deze regen. Ja. Dat hij met carnaval weer droog mag staan. Dat is een teken, hè? Dat is een teken. Heel goed. Nee, dat komt helemaal goed. Ja. Een hele mooie Sanseveria. Nou, zo komt hij er weer uit te zien. Zo was hij ooit. Zo was hij ooit. Ja. Zo was hij ooit. Vier omhoog. Ja, zo vier omhoog. Ja, Prins Daan, we zijn dus gezellig bij u hier in de residentie. En wat ik me eigenlijk toch wel afvraag, Prins Daan, van waar de naam Prins Daan? Ja. Nou, ik heet eigenlijk Danny, maar daar bek niet. Dus ik denk een hele mooie, korte en krachtige prinsennaam. Ik denk Daan. Ja, niet meer of niet minder, niet de eerste, niet de leste, niet de voorleste, gewoon Daan. Gewoon Daan. Kort, krachtig en weet je, ik onthoud het ook makkelijk. Ja, dat is. Zeker het is weten. Een heel Men nog wat slokken op mee, carnaval, het bekt goed, hè, Prins Daan. En je hebt er zelfs nog een liedje van ook, heb ik gehoord. Zeker. Ja, super tof. Ik hoorde jou net al zingen buiten. Tuurlijk. We hebben gewoon geoefend onderweg hier naartoe. Ja. Gisteravond nog repetitie gehad, dat het allemaal een beetje synchroon ging. Maar dat ging nog steeds niet. Nee. Maar goed, dat maakt ook niet uit. Als die Daan, die kunnen we gewoon uitspreken. We zijn er gekomen. En dat is belangrijk. En wie is die prachtige dame naast jou? Nou, dat is mijn lieftallige page Anne. Dat klopt. En er is nog een page aan het minken. Maar die is er vandaag niet bij. Nee. Die was veel te druk met de Sanseveria's verzorgen. Ja, als kwam het niet meer goed. Maar ik snap het wel. Als deze ravage heb gezien net buiten. Ja. Jawel, Prins Daan. Wat maakt jou nou de prins van het Kielegat? Ik heb het nu al 1 jaar mogen doen. Ik zeg erbij mogen doen, want ik vind het een verschrikkelijke eer. En wat maakt mij prins? Dat ik gewoon overal het licht uit wil doen. Dat ik een feestje wil beleven met, voor en door alle Kielegatters.
Dat is een heel mooi uitgangspunt. Ja. Gewoon samen weer dat feestje thuis in, samen dat feestje vieren. Gewoon gezellig alles samen. Hé, hey, en ik hoorde ook dat jullie hier altijd verzamelen. Hoe ziet zo'n dag eruit? Stel, ik ben een Sanseveria. Ik sta hier vier voor het raam. Vier, hè? Ik bedoel, soms na de carnaval voel ik me ook zo als die Sanseveria. Ja. Maar stel, hè, de carnaval die begint. De ochtend is gekomen. De carnaval gaat beginnen. Het mooie van prins zijn is dat je wordt opgehaald en ook weer thuisgebracht. Heerlijk. Dat is fijn. Dus in de ochtends word ik door de prinselijke bus hier opgehaald. Mijn pages die kleden mooi aan. Ze zorgen dat alles weer goed staat. We drinken een klein neutje om op te starten. Kleintje maar. Een beetje de stemmen smeren natuurlijk. De stemmen smeren. De keel smeren inderdaad. En dan stappen we de bus in. En dan gaat de dag beginnen. En vorig jaar hadden wij zo'n 270 bezoeken. Ik heb me door mijn secretaris... 270? Ja. Ik liet hem ook even door. Ja, er zijn nog wel echt heel veel. In vijf weken tijd. Gaat er maar aan staan. Je moet er maar opkomen, zoals wij in Kielegat zeggen. En zo'n dag gaat beginnen. De trein gaat rijden. En we gaan overal naartoe om een knotsgek feestje te vieren. En uiteindelijk, het eindstation is dan de dinsdagavond. Jongen. Hoe ziet Prins Daan er dan uit? Nog steeds zo. Ja? Nog steeds zo. Ja, hoe doet Prins Daan dat? Ja, dat ben ik wel benieuwd. Het geheim achter Prins Daan. Ik begin altijd met mijn krullen. Hè. Mooi. Nou, na één avond dan... Het mooie is, bedoel, toen ik nog geen prinsje was en zelf carnaval ging vieren. Ja. Toen ging ik inderdaad ook, zoals men zegt, naar de kloten. Ja. Het mooie van prins zijn is dat alles wordt voor je geregeld. En het leven is heel gestructureerd. Dus je krijgt op tijd hoe nat je en hoe droog je. Ja, belangrijk. Ja. Bovendien, je beweegt als een zot de hele dag. Je zit overal te hossen. Dus toen ik vorig jaar met As Woensdag wakker werd, was ik nog redelijk fit. Echt waar? Moet ik zeggen. Een beetje moe. Bubbelen. Ja. Bubbelen, ja? Als een volleerd. Ja, bubbelen. Ja, dat is echt. Ja. Ik zie daar jou helemaal knikken. En hoe voelt dat nou als je dan... Woensdag, ochtends op As Woensdag dan wakker wordt als Prins Daan. Hoe voelt dat dan? Ja, dan ben ik geen prins meer op As Woensdag. Want dan hebben ze mij dinsdagavond, met carnaval, nemen ze... Mijn ambtsketting af, mijn scepter en mijn steek gaat af. Dus dan ben ik geen prins meer. Dus dan ben ik weer gewoon Danny. En wat nou wel leuk is, we weten natuurlijk hoe dat de dagen van Prins Daan eruit zien. Maar ja, hoe ervaren de pages dat? Ja, want de prins wordt inderdaad mooi aangekleed. Maar ja, jij moet dat toch helemaal zelf organiseren en doen. Ja, maar wij doen het gelukkig samen. Dus dat scheelt natuurlijk alweer een hoop. En gelukkig hebben wij inderdaad ook de secretaris die ons altijd helpt. Die precies zegt waar we heen moeten, wanneer. En alles wordt eigenlijk ook voor ons geregeld. Zolang wij maar regelen. Heeft er ook een fluitje of zo? Of zo van deze kant op? Ja, oké. Okay. Ja. En dan wordt er gefloot en dan moet je... en dan is het 5 minuten hebben we nog. Dus dan snel even plassen en dan... Moet je aftikken. En dan jeetje. Nou, inderdaad, ja. Maar naast de prins staat natuurlijk ook een prinses eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Een vrouwke. Zullen we ze er eens even bij vragen? Karin komt er eens bij. Nou, want je moet het allemaal maar organiseren hoor. Hey. Ja. Potverdorie. Hoe is dat nou om met de prins van het Kielegat door het leven te gaan? Heel leuk. Ja? Ja, het is echt heel leuk. Hij is gewoon leuk natuurlijk, hè. Uiteraard. Ah, dat is echt een liefde. Als Danny, hij is wel echt leuk, hè? Hij was al mijn prins op Pinterpaard en nu is hij gewoon prins carnaval. Ja. Ja, super. En hoe ervaar jij dat nou, die carnavalsdagen? Heel leuk, maar het is wel doorfezen. Wat ik dan mezelf afvraag, hè, die bus die komt hier voorrijden. Blijft iedereen dan in de bus of komt iedereen uit de bus? Nou, ze komen hier alleen met klein gevolg. Dus dat wil zeggen dat de paasjes komen, Jeroen de secretaris... Johan de politie en Ronald de nacht. Dus, en die komen binnen, die drinken hier meestal een kopje koffie, worstelbroodje erbij, schommelertje en dan... Kleintje, koffie met iets lekkers. Het lijkt me wel heel gezellig om zo gewoon de carnaval te beginnen. Ja? Ik weet nog goed, bij mijn ouders vroeger waren lange tafels, lekker met z'n allen eten. Maar ja, hier wordt het ook gewoon echt, vanaf uit uw bed is het gewoon al feest. Als je nou, Prins Daan, als je nou het carnaval zou moeten omschrijven in een motto. En dan bedoel ik niet zeg maar, het carnavalsmotto van dit jaar. Maar wat zou dan jouw carnavalsmotto zijn? Nou, ik wil eigenlijk altijd graag proosten. Ik wil graag altijd proosten op het leven, de liefde en het Kielegat. Ja.
Het leven, dat moet je vieren, hè, want het kan zomaar voorbij zijn. Dus haal echt alles uit het leven. De liefde is daar heel belangrijk in. Hè, of je nou houdt van uw eigen vrouw, uw eigen manneke of uw vader of uw moeder. En ja, het Kielegat is toch wel een mooi stukje op aarde. Nou, dus... lieve Prins Daan, het was mij een heel groot genoegen dat ik in deze residentie samen met mijn lieve vrienden en iedereen die hier aanwezig is mocht zijn. En ja, ik ben erg geschrokken van de Sanseveria. En ja, we willen u toch heel graag een heel mooi exemplaar aanbieden namens Sanseveria TV. Want hij is nog wat smallekes. Goed tegen praten. En dan denk ik dat hij vanzelf wel lekker dik en stevig wordt. Ja. Muziekske, goede carnavalsmuziekske, daar gaat hij ook... Heeft u voor onze kijkers nog een boodschap voor het komende carnaval? Nou, mijn enigste boodschap is geniet van de carnaval. Geniet op jouw eigen manier en vier je carnaval vooral samen. Hè? En het belangrijkste daarbij is... Zorg goed voor elkaar. Hè. De een kan wel eens wat zatter worden als de ander. Mm-hmm. Maar zorg goed voor elkaar. En zorg dat iedereen ook weer veilig in zijn eigen mandje. Nou ja, of bij die van de buurvrouw kan of mee schelen. Of een single. Ja. Ja. Single is niet verstandig, hè? Nee, single niet. Maar zo nat, hè? Ja. Zorg voor elkaar. Zorg voor elkaar. Nou, een hele mooie boodschap. Ja, Prins Daan en vrouw Karin, page Anne en natuurlijk secretaris Groen, ontzettend bedankt. En ja, we hopen u graag tegen te komen in het Kielegat. Dat gaat vast wel gebeuren. Ja. Yeah. Hebben jullie ook zo'n mooie vingerplant thuis? Nee. Wacht even. Ja, en Sanseveria hoort erbij. Ja, die heb ik echt niet. Nee, alles nep. Alsjeblieft. Gewoon stekken, een beetje water. Ja, in het water zetten, dan komen de worteltjes aan. Dan kunnen we gewoon stekken. Hè. Gewoon een mooie Sanseveria. Volgend jaar met carnaval staat er bij jou zo'n prachtige plant op de vensterbank. Ja, oké. Nou, heel veel plezier ermee. En laat hem niet droog staan, hè. Doei. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Intratuin Breda en Kringloopwarenhuis Vindingrijk.